Goedemorgen, hopelijk gaat alles goed met jullie en welkom bij weer een nieuwe video. Ik ga jullie vandaag weer meenemen in mijn dag. Ik heb namelijk best wat leuke dingetjes op de planning staan waarvan ik dacht dat is misschien wel leuk om eventjes te gaan filmen. Allereerst ga ik me eventjes klaarmaken natuurlijk. Ik heb namelijk vanmiddag, of eigenlijk straks, een zwangerschapsbeeldje. Ze gaan een zwangerschapsbeeldje maken van mijn lichaam. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat in zijn werking gaat. Het duurt wel echt heel erg lang voordat je dat zwangerschapsbeeldje hebt. Dus die ontwikkeling duurt volgens mij iets van 12 of 14 weken. Maar goed, waarschijnlijk vliegt die tijd echt ontzettend hard voorbij. Omdat deze periode natuurlijk best wel hectisch is en er gebeurt straks gewoon heel erg veel. Verder ga ik vandaag sowieso meer babywasjes doen. Ik heb bijna alles er doorheen. Ik heb gisteren namelijk samen met Elisabeth echt heel veel wasjes gedaan. En de kast al een beetje ingericht. Dus daar moet ik eigenlijk vandaag gewoon mee verder. Omdat er heel veel wasjes nog niet droog waren gisteren, kon ik dat nog niet in de kast leggen. En als het goed is, is dat vandaag wel zo. Het is echt super lekker weer buiten. Ik hoop dat het zo blijft vandaag, want ik word er meteen al vrolijk van. En ik heb er meteen al helemaal zin in. Ik dacht ik ga in deze kamer zitten, want deze kamer heeft nu echt mooi licht. Omdat de zon zeg maar aan de voorkant van het huis opkomt. En als ik dan nu in de keuken mijn make-up doe, waar ik eigenlijk altijd mijn make-up doe, dan is het best wel donker. En ik dacht, nu ik mijn make-up aan het doen ben, is ook meteen het perfecte moment om jullie een soort van update te geven van hoe het gaat met mij en met de zwangerschap. Want ik ben inmiddels 35 weken zwanger. Dus het gaat echt super hard. Het zou natuurlijk kunnen dat de baby bij week 37 komt. Dus dat zal allemaal over 2 weken zijn. Maar goed, daar ga ik echt niet van uit. Het mooiste zou zijn 38, 39 weken. Dat vind ik. Dat zit in mijn hoofd een beetje. Maar goed, de uitgerekende datum is natuurlijk bij 40 weken. Dus in principe moet ik dan nu nog, nou, 5 weken ongeveer. 4, 5 weken. Dus, maar dat klinkt eigenlijk in mijn hoofd best wel veel, maar als ik zie hoe snel de afgelopen weken voorbij vlogen, denk ik wel, oké, het kan ook wel echt heel snel komen nu. En als je denkt, waarom kijk je heet het naar jezelf? Nou, dat is letterlijk omdat ik anders niet kan zien hoe mijn make-up zit, want ik heb hier geen spiegel. Verder gaat het eigenlijk lichamelijk echt super goed. Ik merk dat ik wat kortademiger ben, maar dat is meer dan logisch. Het brandend maagzuur gaat eigenlijk ook heel erg goed. En ik denk dat dat ermee te maken heeft dat de baby soort van ingedaald is. Dus dan naar beneden gaat liggen, waardoor hij niet de hele tijd meer op mijn maag aan het drukken is. Dus ik neem nu ook niet elke dag meer die medicatie voor brandend maagzuur. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg fijn. Het enige waarvoor ik nu eigenlijk elke week naar de fysio ga, is mijn rug, mijn onderrug. Het is niet echt mijn onderrug, dus het heeft eigenlijk niks te maken met mijn bekken, zegt de fysio. Maar dat geloof ik trouwens ook wel hoor, want als je last van je bekken hebt, dan straalt het ook uit naar je staatbordje. En dat heb ik eigenlijk helemaal niet. Het is echt mijn onderrug, of eigenlijk het gedeelte dat als je je rug draait, dat gedeelte zit gewoon vast. En ja, de fysio heeft daar een hele logische verklaring voor, want die zegt, ja, er hangt zoveel gewicht aan de voorkant en dat trekt aan de banden van je onderrug, zeg maar, van je ruggengraat. En ja, dat wordt gewoon heel snel moe. Dus dat is logisch dat je dan daar last van hebt. Dus ja, nou ja, de komende weken moet ik sowieso wel wat rustiger aan gaan doen. Het was gisteren al heel erg fijn dat Elisabeth me eventjes kon helpen met de babykamer. En ze heeft ook even geholpen met dweilen en zo. Dus dat was echt super lief. En we zijn de afgelopen tijd ook op zoek gegaan naar een schoonmaakster. Als het goed is, hebben we die gevonden. Dus de komende weken, dat is wel echt heel erg fijn. Is er gewoon hulp in huis, voor het schoonmaken in ieder geval. Want ik merk dat ik dat wel echt veel zwaarder begin te vinden. Vooral dweilen. Stofzuigen gaat echt nog wel goed. Maar met dweilen moet je op een of andere manier zo je buikspieren aanspannen. En dat voelt niet heel nice meer. Ik kan het wel gewoon voor 1 ruimte doen. Maar meestal doe ik 1 dag in de week schoonmaken en dan doe ik meteen alles. Maar dat is gewoon echt te vermoeiend. Dus ik doe nu gewoon elke keer een beetje kleine stukjes. Ik heb ook deze week weer een afspraak gemaakt voor mijn wenkbrauwen, want die heb ik nog steeds niet laten doen. En dat is nu best wel wat wildgroei, vind ik. Als ik een tijdje niet geweest ben, dan doe ik altijd een beetje van die poeder in mijn wenkbrauwen, zodat het iets voller is. Of in ieder geval iets gedekter of zo, meer één kleur.
Want ik merk dat aan de binnenkant is mijn kleur best wel donker. En hoe meer je naar buiten gaat, hoe lichter het wordt. Zo, en dan verder vandaag komt, als het goed is, Joelle, ergens einde van de middag. En dan gaan wij, nou, vooral chillen. En we gaan een rode bieten risotto maken. Dat is een recept, nou, die ik ooit op internet gevonden heb. En Joelle, die vindt die zo lekker. En ze was laatst op vakantie en toen zei ze tegen mij van, ik heb serieus gedroomd dat we rode bieten risotto aan het eten waren. Dus toen zei ik, oké, de eerst volgende keer, als je bij mij bent, dan gaan we rode bieten risotto eten. Nog even mijn wenkbrauwen en mijn wimpers, een beetje mascara en dan ben ik klaar. Zo, dat zit erop. Klein beetje lipolie. Mijn lippen zijn echt knijterdroog. Ik had eergisteren nieuwe schoenen gekocht. Dat zijn deze groene Campus. Ik dacht dat deze broek daar leuk bij zou zijn, maar ik vind het een beetje slonzy. Dus ik ga toch even iets anders aandoen. Oké, het is deze broek geworden van Enzo. En ik heb ook nog even een trui gepakt van Enzo. Ik denk niet dat ik die aandoe. Ik denk dat ik hierover gewoon een jas doe. Maar ja, dit is wel de struggle van de laatste tijd. Dat ik gewoon echt geen broeken meer pas. En als ik een beetje normaal gekleed wil, dan is het een broek van Enzo. Ik heb nog wel eventjes mijn haren gesteld en een beetje zo naar achter gedaan. Ik weet niet, als ik dan zo lekker opsta. Oh, mijn ketting zit wel een beetje gek. En het is zo lekker weer. Dan ben ik ook meteen gemotiveerd om eventjes iets aan mijn haar te doen. Want meestal doe ik gewoon een lekker knotje of een staart of een vlecht in. Maar dit vind ik wel een keertje leuk. Ik heb nog even een lekker broodje mee voor onderweg en wat water. En ik ben op Enzo aan het wachten, want die moest nog even naar de wc. Dus ik heb de auto voor gereden en dan is het tijd om naar Amsterdam te gaan. Ik ben inmiddels weer thuis. Ik kon niet echt beelden voor jullie maken, omdat ja, ik moest in mijn naakje staan. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat gewoon niet gefilmd wil hebben natuurlijk. Dus, maar het was heel fijn, echt een hele fijne sfeer. De vrouwen die me hielpen, of eigenlijk de fotografen, het was niet echt foto's, want ze hadden een soort van pistool waarmee ze op mijn schoot moesten zo rond mij lopen. En daardoor creëerde de computer een soort 3D render. Op basis daarvan gaan ze dus nu straks het bronzen beeldje bestellen. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Het was echt een leuke ervaring. Als je zwanger bent, dan zou ik dat zeker overwegen. Want ja, het is wel iets wat je gewoon je hele leven kunt bewaren. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik op het moment mijn zwangere buik niet per se heel mooi vind. Maar toen ik dat beeldje zag, toen dacht ik wel van, oké, dit vind ik nu al mooi, maar waarschijnlijk over een half jaar, als de buik weer weg is, dan vind ik het al helemaal mooi. Dus dan zou het heel zonde zijn als ik dit niet zou hebben. Dus ik ben er heel blij mee. Het duurt wel 16 weken voordat het binnenkomt. Ik ben nu eventjes de laatste wasjes aan het draaien. Hier is nog één soort van deken wat gewassen moet worden. En hier heb ik nog wat dingetjes in de droger. Hier hangen de laatste items op het wasrek. Dit is dus een oud pakje van Enzo geweest en deze ook. Deze hebben we van Wouter en Maïsa gekregen, een jasje. Die waarschijnlijk pas over een half jaar of iets dergelijks aan kan. Maar ik dacht, ik was gewoon meteen alles. Dan hoef ik dat allemaal niet meer te doen. Kan het in de kast en dan weet ik gewoon dat alles wat in de kast ligt, dat dat gewassen is. Nou, deze is natuurlijk niet voor de baby, maar die heb ik ook even gewassen. Een pet van Enzo. En de pyjama's. Ik heb hier een pyjama en daar een pyjama. Die zijn van Pukkebaby of zo heet dat. Dat kreeg ik heel veel doorgestuurd van jullie. Dus ik denk dat het hele fijne pyjama's zijn. Maar goed, dat moeten we allemaal maar gaan ondervinden. En voor de mensen die het zich afvroegen, ik heb alle wasjes met neutraal gedaan. Hier is dan de white versie. Nou, dit is niet helemaal white, maar wit genoeg vind ik. Dus die ga ik hiermee wassen. En ik heb hier ook de color en black. Dus ik heb genoeg in huis. Want het schijnt zo te zijn dat je met wasmiddel moet wassen die voor sensitive skin is of waar geen geur en kleurstoffen zeg maar in zitten. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat de baby ineens allergisch is voor dit. Of misschien had het helemaal niet uitgemaakt, had ik het helemaal niet hoeven wassen. Maar ik wil jullie wel even laten weten waarmee ik heb gewassen. En wie hebben we daar op haar speciale parkeerplekje? Joelle's auto past dus echt precies op dit plekje daar. En ik hoop dat ze me wil helpen vandaag. Ik heb nog niet gevraagd of ze wil helpen met het inpakken van de babykamer. Maar ik denk het wel. There she is! Ik zeg net, dit is jouw speciale parkeerplek. Jouw auto past ook gewoon perfect daar. Ja.
Iedereen rijdt altijd eigenlijk zo door en dan zetten ze hem daar neer. Maar dit is perfect. Hé, hey, mooie broek heb jij. Ja, dank je. Jij ook hoor. Nou, deze van Enzo. Oh. Wat zei je? Ja, ziek hè? Ja, ik heb hier heel veel spullen zitten wat liggen wat nog. Ja, dit doet dus iedereen die... Tot nu toe, iedereen loopt naar binnen, gaat meteen zo voelen. Ik heb al 6 keer stof gevoeld, maar het voelt heel fijn. Ja, het voelt echt top hè? Ik vind dit heel leuk. Oh, ja, schattig hè? Die hebben we van Elisabeth gekregen. Ja, hier hangt echt al veel. Maar ik heb ook nog hier heel veel. Wat gewassen is. Zitten ook al dingen in de kasten? Of is het nou allemaal... ja, hier volgens mij heeft Elisabeth hier billendoekjes neergelegd. Ik heb echt veel kastruimte. Ik heb heel veel ruimte. Maar dan kan ik ook straks heel veel luiers kopen en gewoon een voorraad hier doen. Maar wil je helpen vandaag nog een beetje? Natuurlijk. Yes. Oeh, en kijk wat ik krijg. Ik heb een nieuwe ring gekregen van Joelle. Zoals de meesten van jullie waarschijnlijk wel weten, maar weet je het niet... Dan weet je het nu. Maakt Joelle haar eigen sieraden. En die zijn echt super mooi. Is dit mijn geboortesteen? Ja. Oeh. Dit is dus mijn geboortesteen. En ik had altijd een ring. Die had ik heel lang om. Maar die verkleurde dus uiteindelijk een beetje. Omdat ik hem echt dag en nacht droeg. Maar nu gebeurt dat dus niet meer als het goed is. Nu zijn ze wel echt zilver. Ja, echt nice. Nou, ik doe hem nu even om mijn pink. Ik denk oprecht dat hij ook om mijn ringvinger past. Maar ik heb op deze kant al een ring om mijn ringvinger. En deze kant ook. Dus doe hem even op mijn pink. Maar hij is wel echt heel mooi. Wij hebben inmiddels boodschapjes gedaan. Want ik heb dit binnengekregen. En we gaan lekker ijs maken. Nu gaan we 3 verschillende ijssoorten maken. Eentje wordt Fanta smaak. Eentje wordt iets van chocola-achtig. Daar hebben we de Bueno voor gekocht. Eentje wordt yoghurt. Want yoghurtijs is echt mijn favoriet. Dus we hebben yoghurt gehaald. En eentje wordt fruit. Maar we hebben heel veel We hebben heel veel soorten fruit gekocht. En moeten we straks maar even kijken welke we gaan gebruiken. Ja, wil je dat? Oké, het is tijd om weer eventjes wat dingetjes op te vouwen. Want zoals ik al zei, deze hele mand is schoon en gewassen. En dit gaan we eventjes opvouwen. En dan in de kast leggen. We moeten nog even een la kiezen waar het beddengoed dan komt. En we kunnen eventueel het bedje straks helemaal gaan opmaken. Want ja, al het beddengoed is gewassen. Sowieso, als je me dit van tevoren had gevraagd, had ik het niet geweten. Zelfs nu weet ik het nog niet. Dus we hebben een TikTok-filmpje hier van iemand die het opmaakt. We hebben eerst een matrasbeschermer over het matras. En daarna doen we een mond. Ja, hier heb je dan het hoofddeel, neem ik aan. Want daar is anders het plastic bij het hoofd. Oh ja. Oh, slim. Voor het ademen. Oh, joh. Slim. Inderdaad. Je legt je benen toch ook altijd zo hoog mogelijk neer? Nee, zo laag mogelijk. Zo laag mogelijk. Ja. Want hij moet, maar je stopt straks, de deken stopt straks echt hier. Dus oh, maar dat is echt niet logisch.
Ja, maar hij ligt ook niet hier met zijn hoofd. En voor de leuk, voor het printje, deze hoek. Voor de leuk. Het hoeft niet eens. Maar voor het printje. Ja, welk printje kiezen we dan? Ja, je moet wel even een mooi setje uitkiezen, ook voor het dekentje. Precies. Ja, ik vind dit heel schattig. Die Nijntje, hè? Ja, die vind ik ook heel cute. Ah joh, en sowieso komt de kraamverzorgster nog voor die tijd langs. En als zij dan zegt, nou die heb je helemaal verkeerd gedaan, dan kunnen we het altijd nog aanpassen. Je hebt ook van die, die je ook op je eigen bed kan leggen, van die folietjes soort van. Hoe noem je dat ook alweer? Van die doorlek dingetjes, anti-doorlek dingetjes. Die kan je hier ook nog onder lekdeken. Ja, precies. Oké, die hebben we dan. Even luisteren. Het lakentje. Het liefst zo ver mogelijk daaronder opmaken. En zijn er. Ja, eigenlijk heb ik er twee. Een crème kleur of een witte. Ja, en die maar nu moet je, hoe ga je dit dan zo laag mogelijk opmaken? Je kan dat ook nog zo doen, hè? Oh ja, laten we dat doen. Ja, perfect. Gekreukt als een neten. Ja, we moeten echt even een beetje strak, hoor. Nu moet hij er wel in, anders dan wel. Ja, maar het gaat goed komen. Dan, dekenopties. Misschien worden we helemaal uitgelachen door elke moeder ooit. Ja, dit is denk ik wel cute, hè? Dit dekentje, hè? Deze heeft twee kanten. Kan je, of die kan hij. Wel deze die kant. Dit is helemaal kut om te doen, zeg. Een beetje smakken. Ja, maar zo strak ingestopt. Dat, ik vind dat niet eens lekker liggen. Als dit in een hotel bij mij gebeurt, dan denk ik altijd zelf een beetje eruit. Toch cute zo? En als we dan nu even zo'n... Oh nee, nu. Zij vergeet gewoon iets. Er moet ook nog een hydrofiele doek in, want daar leg je het hoofdje op, had ik gelezen. Zo, perfect. Als je een beetje erin legt, dan wil je dit echt niet op deze manier over doen, hoor. Nee. Je baby in bed leggen, heel de was afsluiten. Maar dat kan niet eens. Nee, dat kan niet eens. Nou, hier heb ik een pakje. Dit wordt misschien het geboortepakje, ik weet het nog niet, maar het is wel cute om dit even zo hier in te leggen, toch? Ja, ik ben er blij mee. Ja, dat is lekker mooi. Ja. Nou, dit is hoe het er nu uitziet. Kijk eens hoe schattig. Ik vind het leuk. Oké, de plannen waren een klein beetje anders geworden dan dat ik aan het begin had gezegd. Want dit heerlijke gerechtje heeft je wel eens zelf gemaakt in onze keuken. Maar het ziet er wel echt heerlijk uit. Dit is dus de rode biet risotto. Ik heb hier al eerder een video over geüpload op mijn YouTube kanaal volgens mij. Dus wil je weten hoe het recept is... Nou ja, dit heeft Joelle gemaakt, maar hey, dat had je trouwens ook gewoon kunnen doen. Gewoon jouw video aanzetten. Ja, want ze zei van, ja, ik weet niet precies. Ik heb wel bij jou een paar keer gekeken, dus ik had het gewoon simpel uitgelegd. Het is echt een simpel recept. Maar het ziet er heel goed uit. Ik denk dat het helemaal gelukt is. En ook al is het anders, dat is ook alleen maar goed. Dus we gaan lekker smikkelen. Ik heb net namelijk een gezichtsbehandeling gehad. Die stond in de agenda en die was ik helemaal vergeten. Die had Enzo ook, dus we zijn net lekker... Even verwend, even ons gezicht helemaal gereinigd. Lekker crème, lekker schoudermassage. Helemaal zen. En nu lekker eten. Vandoor. We hebben nog eventjes ijs proberen te maken. Het was nog niet helemaal zoals het hoorde, helaas. Maar ik ga verder oefenen en hopelijk heb ik binnenkort een receptje die echt lekker is. Ik heb het badje even aangezet en zo komt als goed ook naar boven. Gaan we even lekker in bad. En dat was het eigenlijk wel voor vandaag. Omdat ik natuurlijk de gezichtsbehandeling gehad heb, heeft ze mijn huid sowieso helemaal gereinigd en allemaal producten erop gesmeerd. Dus mijn make-up is er sowieso al af, dus ik hoef nu ook niet per se skincare te doen. Wat ook wel een keertje fijn is. En dan ga ik lekker slapen. Dat was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om weer een keertje mee te kijken in een dagje van mij. Ik ben ook wel echt van plan om het vaker te gaan doen, omdat het eigenlijk wel altijd goed ontvangen wordt. En ik vind het ook wel leuk om jullie mee te nemen. Dus dat was het voor vandaag. Dikke kus.